We staan hier bij de eenjarige rand en zoals je ziet is hij nog erg klein. Ondanks dat we het zaad van het jaar mooi op tijd hebben gekregen, hebben we toch bewust even gewacht van het jaar om te zaaien. Omdat het was droog en ook wat erg meespeelt van het jaar is de kou. En zoals je ziet moet er nog een hoop gebeuren, maar hij heeft momenteel de groei wel te pakken. En ik denk als we een paar weken verder zijn, dat misschien de eerste boekweit staat te bloeien en dan begint toch de kleuren en de functionaliteit erin te komen. Ja, akkerranden die zijn mooi, maar we willen ook dat ze effectief zijn. En om ze effectief te laten zijn, hebben we een goed beheer nodig. Voor dit project is het belangrijk dat er voedsel is voor natuurlijke vijanden. Natuurlijke vijanden vinden voedsel in bloeiende planten. Wat er voor nodig is, is dat je zorgt dat er constant voldoende planten, bloeiende planten zijn. En dat probeer ik te doen door constant een gedeelte bloeiend te hebben en een gedeelte zoals hier te maaien. Hier kunnen vervolgens de planten weer gaan groeien en bloeien. En als dat zover is, kan ik dit deel gaan maaien. En zo probeer ik continu van vroeg in het voorjaar tot laat in het voorjaar bloeiende planten te hebben. Wat ook belangrijk is, dit gedeelte kunnen vogels forageren om voedsel te vinden. Want hier, de muizen die hier zitten, die zijn onbeschermd. In het perceel hiernaast hebben we een nest met grauwe kiekendieven zitten. En die vinden dat fantastisch, want die kunnen hier voedsel vinden. Dat is ook de reden dat we nu al voor het derde jaar achtereen een nest met grauwe kiekendieven hebben zitten. Je kunt dus merken dat het effect van die natuurlijke vijanden die zich ontwikkelen in die akkerrand, dicht bij die rand in je gewas, meer merkbaar is dan verderop in het gewas. Dat resulteert er dan in dat je dus eigenlijk die kopakkers in ieder geval en ook nog wel breder vaak, eigenlijk niet per se een luizenbestrijdingsmiddel tijdens je bespuiting toe hoeft te voegen aan je tank. Dus ik probeer er dan zo mee om te gaan dat ik eerst rondom rijd met bijvoorbeeld een fungicide in. En dan kan ik daarna het middel tegen de luizen toevoegen. En dan kan ik daar vervolgens dat middenstuk waar die hulp zeg maar, van mijn natuurlijke vijanden wat minder is, kan ik dus zelf zeg maar, de druk op de luizen wat opvoeren. Thank you.